leden van de motorclub die reden op hun eigen motor om te controleren op illegale motocrossers. En dat is een beetje naar het publiek toe, een beetje een vreemd signaal. Zoals ze op een enduro motor rijden, en ja, die rijdt makkelijk 100, dat kunnen wij niet halen. Maar we maken daar geen heksenjacht van. Nou, dit is dus de Seron, de elektrische bromfietsbike. Standaard zijn ze uitgerust met een soort allroad banden. En deze hebben, dat we ze veel gebruiken in het veld, hebben we een soort medium crossband opgezet. Zowel voor als achter. Anders is het gevaar dat je eraf valt en weinig grip hebt toch wat groter. Je kan hier zo ongeveer een 2 uur mee rijden, zo'n 50 tot 60 kilometer, afhankelijk wat het gebruik is. Deze elektrische off-road brommers moeten de zogenoemde enduro-motoren vervangen, waar eerst mee werd gecontroleerd. Ja, dat klopt. Ja, dat waren gewone crossmotoren. Leden van de motorclub die reden op hun eigen motor om te controleren op illegale crossers, motocrossers. En dat is een beetje naar het publiek toe een beetje een vreemd signaal eigenlijk, dat je op een crossmotor rijdt om andere motorrijders te controleren. Met deze tweewielers gaan boswachters en leden van motoclub Nijverdal-Hellendoorn controleren op illegaal motocrossen. Een unieke samenwerking. Ja, kijk, we hebben meer een preventieve functie om de mensen gewoon te onderwijzen van nou, als ze daar rijden op een pad wat niet mag, doe dat nou niet, want daarmee komt onze vergunning in gevaar. We kunnen ook niet als een politieagent daar rondrijden en natuurlijk zullen we iedereen aanhouden. Maar iemand die gewoon met een enduro motor op een zandweg rijdt, die mag daar gewoon rijden. Maar dan meestal houden we wel staan in uit de leng wat de bedoeling is en waarom wij dat doen. En meestal met het hesje aan, dat je dus een logo hebt van Staat Bosbeheer en de motorclub, dan meestal begrijpen ze wel dat hier wel goed samengewerkt wordt. Is het nog steeds nodig, die controle op illegaal crossen? Ja, dat is zeker nodig. We zien wel, nu er zoveel gecontroleerd wordt, of regelmatig gecontroleerd wordt, dat ook het illegaal crossen echt afgenomen is de laatste jaren. De speciale elektrische tweewielers gaan best snel. Maar lang niet zo snel als een benzine crossmotor. Maar dat is ook niet noodzakelijk, zeggen ze hier. Nou, als dat nodig is, kijk, als ze op een elektrische enduro motor rijden, en ja, die rijdt makkelijk 100, dat kunnen wij niet halen. Maar we maken daar geen heksenjacht van. Ik bedoel, we gaan niet koet voor koet achter iemand aan. Maar meestal de preventieve werking die wij naar onze achterban, zeg maar, naar de motorsportbladen in de motorwereld, weten ze gewoon dat wij best wel actief daarop controleren in heel Noordse Berg. Dus de preventieve werking is zeker van belang. En die is van groter belang als nou per se één rijder aanhouden. Dat valt nog wel mee, gelukkig.